Dit weekend is het derde weekend dat ze aan planten zijn voor het allergrootste voedselbos van Europa. We vragen aan voorzitter Wouter van Eck of het voedselbos nu helemaal klaar is. We hebben een goed begin gemaakt met 6 plantdagen hier bij Schijndel. Maar we gaan in november verder. Dan komen nog de meeste fruitbomen, de notenbomen en de andere eetbare planten. Wat ze deze dagen hebben gedaan met in totaal 110 vrijwilligers, wat super is dat zoveel mensen meehelpen, is hagen aanplanten om het landschap te herstellen en beschutting te maken voor de eetbare gewassen die nog gaan komen. Hier zijn we bij de Bosweg, aan de weg, bij de weg naar Gestel. En het is 4 hectare, dat is nog steeds 8 voetbalvelden. En het is nu een open kale vlakte. En ook daar zorgen we dat het zo gaat worden. En wat dit weekend gebeurt is dat de hagen aan de zijkanten en ook deze geplant worden, zodat er een structuur is die de rest van het landschap versterkt. Waar insecten en vogels weer een thuis hebben, waar de wind beschut wordt, waar organisch materiaal wordt gemaakt en vruchtbaarheid wordt opgebouwd. Meneer, waarom werkt u mee aan het grootste voedselbos van Nederland? Omdat ik het heel goed vind dat er meer aandacht is voor de natuur. En ik woon in de buurt hier, dus nou, het is heerlijk om even een dagje buiten te zijn. En wij zitten met de OR-groep, zijn we met z'n allen bezig, zeg maar, om te helpen aanplanten. Omdat we dat ook heel erg belangrijk vinden natuurlijk. Hè. We krijgen natuurlijk ook achter ons nog heel veel jongeren. En die moeten hier ook van kunnen genieten in de toekomst. Nou, wij werken voor een lokale cateraar uit Schijndel, Vitam. En wij zijn onderdeel van de OR van Vitam. En in het kader daarvan hebben wij met onze OR-groep besloten om vandaag hier aanwezig te zijn en te helpen met het aanplanten van dit voedselbos. Ook omdat het natuurlijk dicht bij hetgeen ligt wat wij doen. Hè. Het heeft met eten en drinken te maken. En natuurlijk voor de toekomst van de jeugd die hier straks de vruchten van gaat plukken. Is dit het eerste voedselbos in Nederland? Ja, er zijn al kleinere voedselbossen. Voedselbos Ketelbroek bij Groesbeek is 10 jaar geleden aangeplant. Maar dit is het eerste voedselbos dat zo groot is, totaal 20 hectare, en dat op agrarische productie gericht is. Want met dit voedselbos willen we aantonen, samen met het Groen Ontwikkelfonds van de provincie Brabant en de Haas Hogeschool uit Den Bosch, dat voedselbossen erin slagen landbouw en natuur te combineren. Het is voedselproductie en het is natuur in het landschap. Wanneer kunnen we daar eigenlijk de eerste vruchten van plukken? Nou, een beetje geduld is in de moderne tijd af en toe nodig. Want het kost tijd om een struik te laten groeien, om een boom te laten groeien. Dus over 2-3 jaar hebben we al frambozen en bessen. Maar noten en kastanjes, dat duurt gewoon nog 10 jaar voordat het een serieuze productie is. Daarna gaan ze wel 400 jaar door. Dus het is echt een toekomstgericht productiesysteem.